Goedemiddag, het is vandaag donderdag en dat betekent weer een nieuwe weekvlog. Het is al eind van de middag, het is al bijna op en ik heb de hele dag eigenlijk gewoon weer gewerkt vanuit huis. En ik moet nog even één ding afkrijgen voordat ik mijn computer wegleg. En dan ga ik me klaarmaken, want ik heb vanavond een frat party. Het is last op vrijdag, dus ik weet niet waarom. Ik denk omdat Spring Break begint dit weekend, dus ik denk dat het daarom dit kapot is. Maar ik heb zin in, ik ga er naartoe met Jess, Serena, dat is een huisgenootje van Jess, en Taylor. En Taylor en Jess zijn mijn top team. Dus ik heb er zin in. En ik hoop dat ik het vanavond niet vergeet wat te filmen. Vrijdag en mijn werkdag zit er al op en ik ga even naar buiten. Even in ieder geval wandelen. Misschien nog even wat loopoefeningen doen of renoefeningen, zeg maar. Maar mijn schenen doen de laatste dagen best wel veel pijn, dus ik wil het niet overbelasten. Dus ik moet even kijken hoe en wat ik ga doen. Maar ik moest sowieso even naar de winkel wat halen. Dus ik dacht, dan ga ik even sowieso rondje lopen buiten. Misschien hardlopen. Ik heb wel mijn hardloopspullen aan. En het is best wel koud buiten. Dus vandaar dat ik een bodywarmer aan heb. En het is niet heel mooi. Kijk, het ziet er een beetje grauw uit. En het heeft vandaag de hele dag geregend. Maar het is nu wel droog. Dus ik ga nu even naar buiten. En eventjes kijken of het lukt om te rennen. En anders ga ik gewoon even lekker rondje lopen. Even naar buiten in ieder geval. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ben nu onderweg naar de supermarkt. Ik loop eerst even naar de Lidl toe. Daar kom ik als eerst langs. Ik hoop dat ze daar alles hebben wat ik nodig heb. Ik heb in ieder geval een lijstje met wat ik nodig heb. Dus ik ga even kijken of ze daar alles hebben. En anders loop ik door naar de Target. En ik heb vanochtend eigenlijk 2 uur lang met de familie FaceTime. Was gezellig, moest je even wat dingen bespreken en ze moesten mij wat dingen zien. Dus dat was leuk. En nu ben ik het zien met de achtergrond. Wat is dat? Check. Maar dus nu loop ik naar de supermarkt toe. En daar heb ik niet hele bijzondere plannen. Ik heb best wel rustig. Het is Spring Break. Ik weet dat een aantal zijn op Spring Break. Ik heb geen Spring Break, want ik heb een massage. Dus ik ik wil eigenlijk dit weekend eigenlijk voornamelijk gebruiken om lekker te chillen, filmpjes te kijken, mijn boodschappen te doen, was te doen, ik wil sporten. Dus dat ga ik eigenlijk voornamelijk doen de komende dagen, 2 dagen. Dus lekker chillen en sporten. Daar heb ik al veel zin in. Ik heb niet heel veel zin om uit te gaan met de mensen die er wel zijn. Maar dat weet ik niet. Ik vind uitgaan in DC, ik vind het leuk, maar niet heel bijzonder of zo. Dus voornamelijk vind ik het gewoon veel gedoe. Het is op zich wel leuk, maar het is niet leuker dan Amsterdam bijvoorbeeld. Dus ik moet er zoveel moeite doen als ik het niet bijzonder vind. Maar ik vind het leuker om naar de house parties, de huisfeestjes te gaan. Of de frat parties bijvoorbeeld. Of PJ's. Want dat zijn dingen die je in Nederland niet hebt. Dus ik ga dan liever op donderdag daar naartoe bijvoorbeeld. Dan in het weekend uit in DC. Ik ga lekker sporten en boodschappen doen. En dat is het eigenlijk. En misschien dat ik nog. Ik heb zin in Starbucks. Ik weet niet waarom. Ik heb zin in een ijskoffie. Dus misschien dat ik dat nog even ga halen ergens. En het is lekker weer. Het is frisjes. Het is maar rond de 10 graden.
Maar de zon schijnt, de zon is best prima. Verder heb ik niet heel veel te vertellen. Dus niet een heel bijzonder weekend. En oh ja, daar heb ik wel echt super veel zin in. Over anderhalf week komt Mink al. Zeg maar niet aankomen dinsdag, maar niet dinsdag erna. Volgens mij als dit online komt, is er al. Dus daar heb ik super veel zin in. Dat wordt super leuk. En dan gaan we dus ook best wel veel uit. Dus daarom heb ik ook zoiets van, weet je, prima om nu even lekker twee weekenden niet heel veel bijzondere plannen te hebben. Volgend weekend zijn mijn vriendinnen hier ook naar Florida. Was ik ook meegevraagd. Maar dat zou betekenen dat ik vanuit Florida moest werken. En dat ik alleen de zaterdag vrij had, want zondag rijden ze alweer terug. Dus vond ik het gewoon niet waard. Als zij dus allemaal leuke dingen doen en ik moet werken. En als ik de hele dag in de Airbnb of hotel, ik weet niet wat ze doen. Dus dan ben ik ook een weekend alleen. Maar prima. Komt goed, want het weekend daarna komt Minke. Of het week dinsdag na, dus dan ben ik het een week met Minke. Dan gaat Minke een paar dagen naar New York. En dan ben ik weer een weekend met Minke. Dan ben ik... weet ik nog niet wat ik dat weekend daarna ga doen. Zie ik dan wel. Het weekend erna heb ik hockeytoernooi in Virginia Beach. Dus dan ben ik ook het hele weekend weg. En het weekend erna is, of een paar dagen later, is Sienna er al. En daarna ga ik naar huis. Dus echt einde is in zicht. Het is best wel gek. Ik heb best wel zin om naar huis te gaan op zich. Maar het komt gewoon puur omdat mijn housing gewoon niet... Wacht even wisselen van armor. Mijn housing is gewoon niet heel leuk. Dus dat. En als ik terugkom, dan heb ik al een plan, zeg maar. Van ik heb een baan. Dat heb ik helemaal niet verteld, maar ik heb een baan. Dus ik ga daar lekker aan de slag, waar ik ook heel veel zin in heb. Ik ga ergens anders ook wonen. Dus daar heb ik allemaal zin in. Dat vind ik allemaal super leuk. Dus het is ook, zeg maar, ook dat ik uitkeek naar de volgende stap of zo. En dus het is niet dat ik thuis kom en niks te doen heb. Dus dat, ik denk dat het ook al mee had. En nu heb ik ook een beetje het gevoel, zeg maar, gewoon iets heel stoms kleins. Maar dan zit ik bijvoorbeeld te kijken wat ik wil eten de komende dag bijvoorbeeld. Of die avond of die dag erna of zo. En dan ga ik even een recept opzoeken. En dan zijn het allemaal, heb ik kruiden nodig. Maar ja, ik ga niet al die kruiden nu kopen. Maar ik kan niet, het klinkt misschien een beetje stom of hoe ik het uitleg. Maar ik heb het gevoel dat ik een soort van niet verder kan of zo. Bijvoorbeeld, ik kan geen, nou, ik kan het wel kopen, maar dan zou ik het letterlijk voor één keer gebruiken en dan misschien gooi ik de rest weg, wat ik een beetje zonde vind. Dus ik kan niet, omdat dit tijdelijk is, voel ik een beetje alsof ik vastzit. Het klinkt, ja, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar ik hoop dat iemand me begrijpt. Maar zeg maar, ik kan niet verder of zo, want ik kan dingen hier niet kopen, want ik ga bijna naar huis. Dus dat betekent ook gewoon spullen voor mijn kamer bijvoorbeeld. Of nou, dingen voor de keuken. Zeg maar, ik kan niks kopen, want ik ga bijna naar huis. Dus het is allemaal gewoon een beetje, waardoor ja, ik hoop dat je begrijpt. Ik hoop dat ik leg het niet goed uit. Ik kan het ook niet uitleggen, maar dit zit er tegenbij. Ik loop weer buiten. Het is echt zo koud. Verschrikkelijk. Dat was de trein. Maar ik loop dus nu buiten. En het einde van de dag. En ik ga even een workout doen buiten. Het een van de sportvelden hier. Goedemiddag. Het is vandaag zondag. En ik heb vannacht niet heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk... ik heb met Minke eerst een hele tijd gefeest. Ik denk bijna 2 uur of zo. We hebben dingen besproken, even bijgekletst. En Minke komt aankomende dinsdag over een week. Dus we hebben even een soort van kleine planning gemaakt met wat we ongeveer willen doen, wat zij wil doen en hoe en wat. Dus daar hebben we veel over. We hebben wel even levens bij gepraat. We hadden veel bij te kletsen. Dus dat heb ik gedaan. Daarna heb ik met de familie weer gefacetimed. En heb ik ondertussen brood gebakken. Het staat nu, ik heb het eerste brood afgebakken en gesneden. En toen dacht ik, ik ga er nog even in bakken. Want ik had er best wel veel gist over. En ik probeerde het eigenlijk opmaken voordat ik wegga.
Dus ik heb nog even een extra brood en dat staat nu te rijzen. En verder heb ik niks gedaan. Ja, wat heb ik verder gedaan? Dat was heel raar. Ik ging gisteravond echt om 21:30 slapen. Dus best wel vroeg. En toen werd ik vanochtend echt een soort coma wakker. Toen keek ik, was het 11:30 ook. Ja, gisteren 11:30 ging ik slapen. En vanochtend werd ik 11:30 wakker. Dus ik dacht van, heb ik 12 uur geslapen? Hoe kan dit? En toen ging ik douchen snel. En toen dacht ik, oh ja, de klok is hier 1 uur voor uitgegaan. Dus nog heb ik echt ziek lang geslapen. Ik heb 11 uur geslapen. Maar blijkbaar had ik het nog. Ik wist niet dat ik zo moe was. Maar blijkbaar had ik het nodig. Dus vandaag eigenlijk gewoon veel gefeest heb met de fam en met Mink en broden gebakken en de was gedaan. Ik heb 1 was nu gedaan, maar de deken heb ik gewassen. En straks even ik ga nu zo sporten. En na het sporten ga ik dus mijn kleding wassen. Ik dacht, dan kan ik mooi mijn sportkleding meteen mee wassen. En verder is het ook niet zo heel mooi weer. Het staat in dat regen, maar het ziet er gewoon droog uit. Dus ik ga wel zo even sporten. En dan zit het weekend er alweer op. Ik sta nu op het sportveld. Waar ik aan het hardlopen ben. Zeg maar gewoon heen en weer wat dingen doen. Want als ik dus op de stenen hardloop of gewoon buiten, zeg maar op de straat. Dan merk ik dat ik gewoon heel veel last heb van botwielontsteking. En als ik op zo'n veld dat doe, valt het dus best wel mee. Dat is dus daarom ik hier. En het zegt vlakbij een vliegveld. Bij Ronald Reagan. Waar ik dus vlakbij. Dus er vliegen hele vliegtuigen over. En normaal gesproken vliegen ze, van de andere keer vlogen ze telkens, zeg maar, steken ze op. Maar nu komen ze telkens aan. En dan maken ze zo, komen daar aan. En dan maken ze zo'n bocht. En dan is daar een video van. Dus die zal ik even inzetten. Maar ik ga even door mijn workout. Goedemiddag. Het is vandaag maandag en ik ben weer thuis aan het werk. Het is niet zo'n bijzondere dag. Ik ben gewoon heel erg aan het werk. En vanavond, het is spring break. Dus eigenlijk begint hockey. Maar ik ga met Arena, met Will. We hebben toch afgesproken om te gaan. Dus ik ga vanavond naar Fairfax. Hij haalt Arena me op bij Vienna. Bij het Münsterstation. En dan gaan we een soort van even trainen. Want we wilden wat dingen oefenen voor de wedstrijd. We hebben over 2 weken wedstrijd. Ik wilde daarvoor wat dingen oefenen, dus dat gaan we doen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik loop al in de hoek van mijn kantoor. Ik ben al in Washington D.C. En vandaag werk ik tegen op kantoor en ik denk dat ik daarna naar sportschool ga. Gym van mijn gebouw en dit was mijn outfit vandaag, het rode pak, wat ik maak wel vaker aan gehad in de vlog, maar iedereen vindt het hier, zeg maar, ik krijg altijd best wel veel complimenten over en ik vind hem ook echt heel leuk. Ik had vandaag dus veel meetings, dus ik dacht ik vind het wel leuk om dan een beetje representable eruit te zien. En nu ga ik even omkleden, ik heb net mijn pre-workout ingenomen en nu ga ik even omkleden. En dan sporten. Oh ja, en we hadden vandaag, het is vandaag Pi Day, want het is 14 maart, dus dat is hier 3:14. Wat dus gelijk staat aan Pi. 3,14 en blablabla. En daardoor was vandaag allemaal pizza en pies hadden mensen gekocht en gemaakt. Dus we hadden allemaal pies en pizza. Dus het was wel grappig dat het staat hier. Ik wist wel dat het bestond, maar niet dat het werd gevierd, maar blijkbaar hier wel. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik loop weer naar het kantoor. Het is echt ijskoud en het waait, zoals je ziet. Maar ik heb vandaag een kantoordag, een hele dag op kantoor. En
geen hoekie voor spring break. Ik ben de vlog nu aan het editen en ik zie dat ik deze ben vergeten af te sluiten. Dus allemaal weer bedankt voor het kijken naar deze vlog.